Oh. Ja, we gaan het doen. Over de rooien. Ja, zeker. Over de rooien. Melvin, goedenavond, man. Goedenavond. Hoe lang ben je nou al gestopt? 4 jaar. Al zo. 4 jaar geen jointje meer gerookt? Nee. En wat was de reden dat je wilde stoppen? Ja, het was niet goed gegaan. Laat ik het daarop houden. Ben je bed gegaan? Nee, dat niet. Het is erger geweest dan... Ja, voor mij doen vond ik het erg. Maar in welke hoek moet het dus zoeken? Gewoon dat je even niet meer helemaal geestelijk erbij was? Of dat je gewoon je baan bent kwijtgeraakt of wat? Nou, dat ik er niet geestelijk bij was, dat ik iemand iets heb aangedaan wat ik niet wou. Oh. Nee, oké. En dat je achteraf dacht van, god, ik ben mezelf eigenlijk helemaal niet als ik zoveel blow. Ja. Precies, oké. Nou, dat is dan goed dat je 4 jaar geleden hebt besloten om daarmee te stoppen. Je bent nog steeds gestopt, voor de duidelijkheid. Ja, nog steeds. Ja, oké. Goed. Laten we nu jouw moeder in dit verhaal invoeren, want die is degene die je in de zeik gaat nemen vandaag, hè? Ja. Ja, nou, we gaan er nu anoniem voor je bellen. En als je er binnen 1,5 minuut over de rode krijgt, dan pak je de prijzen, man. Is goed. Succes, daar ga je. Jo. Hallo, met wie spreek ik? Hoi, mijn Melvin, maar. Hi. Hoi. Hey, ik moet je wat vertellen. Ja. Ik ben, je weet dat ik 4 jaar geen drugs meer gebruik. Nee. Maar ik ben de laatste paar maanden toch weer gaan gebruiken en ik heb eigenlijk best wel geld nodig. Nou, even jammer. Want... Ik geloof dat je het niet meer zou gaan doen. Ja, nee, maar ik... Het is een moeilijke tijd voor mij ook. En ik weet dat ik het niet meer zou doen, maar... Anders kom ik nu in de problemen. Ja, dan heb je een heel groot probleem. Ja, niet alleen ik. Ja, ik niet. Jij. Ja, ze komen ook die kant dan op. Oké, jammer dan. Dan zie ik het wel. Ja. Maar ik ben weer even goed, Pis. Hè, meneer? Ja, sorry, maar het is voor mij ook een moeilijke periode... Je hebt het weer goed voor elkaar. Ja, ik... Het boeit me allemaal niet, man. Ja, mij ook niet. Ja. Maar je hebt het weer goed voor elkaar. Maar kan jij wat geld geven? Denk het niet. Nou, het zou wel handig zijn. Ja, voor jou. Maar niet... voor mij is het wel handig, maar voor jou niet. Ja, nee, voor mij is het wel handig. Ik ben weer goed over de rode. Ja, waarom dat? Ik kan er toch ook niks aan doen? Ja, sorry, maar als ze dat zegt... Ja. Sorry, ik moet even uitleggen. Mevrouw, u bent live op Radio 538. Het spelletje heet Over de Rooien. En het is de bedoeling dat je iemand anders over de rooien krijgt. En dan kan je prijzen winnen. En dat is uw zoon zojuist gelukt. Want het is allemaal... Hij verkoopt u gewoon totale onzin. Hij is helemaal niet aan de drugs. Het gaat gewoon hartstikke goed. Hij heeft prijzen gewonnen. Ja! Gefeliciteerd! Je wint een Meepak rugtas aangeboden door TheBagstore.nl. Plus 4 tickets voor 7th Sunday Festival op 24 mei. Plus consumptiemunten. Plus 2 tickets voor een feestje naar keuze op clubjudge.com. En deze prijzen worden hier verzorgd door je nieuwste vrienden van Clubjudge. Nou, dit is wel de eerste keer dat iemand ook de naam van het programma... Ja. Ik ben wel echt over de rooien. Ja, dat vond ik mooi. Sorry, José. Ja. Ja. Kan er toch wel een beetje om lachen, hè? Ja, nu wel, ja. Nu dat het allemaal onzin is. Ook dat. Oh. Nou, gelukkig. Melvin, goed gedaan, man. Ja. En veel plezier met de prijzen. Ja, dank je. Ze zijn gewoon over de rooien. De avondploeg.